Hey, welkom bij BSNet. En leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan verder met het derde stuk van Little Nightmares 2. Oké, we zouden het schuurtje ingaan, maar ik heb een vraagje. Een vraagje voor mezelf. Wat moet ik nou met dit stukje wc-papier doen? Vorige keer gooide ik hem in de bosjes voor de berenvallen. Maar ik kan het ook gewoon weer lekker teruggooien voor als iemand moet schijten. Nee, ik vraag me echt af wat moet ik hier nou mee doen. Het zit er niet voor niets. Misschien kan ik het daar al in gooien. Waarom lukt het nou niet? Nou, weet je wat? Ga gewoon maar lekker terug naar de wc. Hopsakee. Nee. Dat er bovenop. Zo, voor als iemand moet schijten. Nou. We gaan deze kant maar op. Oké, beren vallen. Ik hoor wat. Wat is dat? Zullen we deze samen duwen? Kijk, samen zijn we sterk genoeg. Oh, kan je nog niet verder? En als we... hij wil niet verder, oké. Nou, dan gaan we gewoon maar hier even op jumpen. Waarom wil jij niet? Oké. Oh, dit haat ik, hè? Dan gaan we hier maar op. Klein kiertje. Oké, we kunnen daar echt absoluut niet op komen, dus dan gaan we maar hier naartoe jumpen. Hey, we deden het bijna samen hand in hand, maar ja, dat durfde je niet. Oké, nou wordt het echt heel spannend. What the fuck is dat? Is dat? Oh mijn god. Oh. Wat is dat? What the fuck is dat? Wat is hij aan het doen? Oh, hij is volgens mij een pop aan het naaien. En anders trekt hij iemand uit elkaar. Maar ja, ik zie geen bloed, dus dat zal wel een pop zijn. Heel voorzichtig. Ik vind het wel een beetje creepy. Nee, ik ga nou niet voor hem. Achter hem langs. Zachtjes, zachtjes. Dit is echt creepy. Geweldig. Ik durf niet te dichtbij te komen. Dan ben ik bang dat ik gepakt word. Oké. Kattenlike. Snel. Hij hoorde wat. Kut. Je moet rennen. Nee. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god. Ben ik nou gewoon doodgeschoten? Hè? Rennen. Kom op, volg me. Hij is aan het laden, oh kut! Nee! Nee!
ik. Dan knal ik ook tegen die doos op. Kom op, rennen. Ik vind het zo lullig. Je laat me in de steken. Kom op, rennen. Ga maar alsjeblieft niet in de weg staan, jongen. Oké, rennen. Dit is echt niet leuk. Oh, fucking hell. Bukken. Holy. Die is echt creepy, zeg. Omdat hij op mij aan het schieten was, keek ik niet echt naar hem. Was ik geconcentreerd op het rennen. Oké, ik blijf hier wel. Wat doe je? Kom terug! What the fuck? Ja, we gaan wel samen hand in hand. Het is wat minder eng. Even kijken wat hij aan het doen is. Oh, hij staat daar. Creepy. Oké, ik vind het echt heel freaky. Ik boek hem hier. Laten we terugrennen. Dat is echt freaky. Heerlijk spelletje dit. Nou, daar kunnen we niet door. Gaan we dan weer terug? Mogen we niet terug of zo? Mag ik wel zeggen. Bleef even vasthangen. Deur heeft hij op slot gedaan. Of. Kom op. Waar mogen we nou niet terug? Dan zijn we toch veel veiliger dan? Nou, kom op, hand in hand. Hand in hand. Kom. Oh, dat is echt freaky. Wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? Oké. Bukkend. Oh! Blijf zachtjes in die bosjes. Zachtjes. Oké, laat hem even lopen, Rustig. Gast, ga gewoon terug naar huis. Je was bezig met je pop. Maak hem dan ook af. Wij zijn niet zo interessant. Oeh. Ga je nog verder lopen of blijf je daar zoeken? Stil zitten en... We gaan nu! Zachtjes. Oh, ik durf het niet, ik ga even in die... Blijf alsjeblieft in het gras. Blijf zitten. Rennen. Yes, ik heb het gehaald toch! En ik maar denk, ik heb het gehaald. Eén schot. En daar ging ik. Oh! Nou was ik wel een beetje te fanatiek. Oké. Zachtjes. Oké. Ik vraag me af. Degene die dit moment ook hebben meegemaakt in deze game en die deze game al hebben gespeeld. Hoe vaak zijn jullie doodgeschoten door deze enge poppenmeneer? Onze poppenaaier. Laat het even weten in de reacties. Vinden jullie dit nou leuk? Like en abonneer. Stilzitten. Oké.
Oké, we gaan een stukje lopen. Even zitten. En we gaan weer vooruit. Och, ik krijg hier een beetje benauwd van. Oké, lopen. En dan gaan we hier heel even stilzitten, voordat hij met zijn zaklamp komt. Ik ben echt bang dat het misgaat. Oké, lopen. Nee, ik durf het gewoon niet. Ik ga even terug in het gras. Hij gaat zo snel met die zaklamp. Op het moment dat hij teruggaat met de zaklamp, gaan we lopen en rennen. Rennen! Yes! Lekker! Oh, jij bent toch gelukkig gewoon. Oh! Wij zitten lekker veilig onder de grond. Ik blijf lekker hier. Nou, we moeten toch vooruit. Kom, zo hand in hand. Kom. Voorzichtig. Toch wel een hele leuke eerste ontmoeting. Oh, ik word gebeld, dat is niet de bedoeling. Ik zet mijn telefoon meteen even op stil. Zo, en we gaan verder. Nou, kom. Ik werd net even afgeleid door een telefoontje van een vriend. Maar we gaan gewoon verder. Zo te zien is hij er niet meer. Maar op een of andere manier vertrouw ik het niet helemaal. Maar we gaan gewoon leuk verder. Oké. Een kapotte brug. Dat hebben we eerder gehad. En toen zat het hier ergens beneden. Maar ik durf niet echt helemaal te springen. Oh, ik kan wel een beetje naar beneden kijken. Dat is mooi. Hoe gaan wij dit oplossen? Zijn met z'n tweetjes... Via touw of zo? Nee, dat kan ook niet. Oh, ik val er al bijna vanaf, joh. Hoe gaan wij dit oplossen? Heb jij een oplossing? Weet jij het? Zullen we een stukje terug gaan? Misschien dat we iets gemist hebben hier. Nou, want we komen onder de grond vandaan. Zo. Oké. Oh, kijk. Ik vond het al zo'n rare uitsteeksel. Ja, en nu? Je laat me nu gewoon in de steek. Want als ik hem loslaat, dan kan ik hier niet overheen. Nou, leuk. Kom jij dan eens even met een ladder of een trap? Oh, ik kan je roepen. Oh. Nou. Hey, kom hier! Oké. Zullen we dat wel doen dan? Oké, ik vind dit wel echt freaky. Maar... Wat nou als ik deze nou... Zo doe. En dan heel hard ren. Nee, dat red ik niet. Oké. Ik moet erop vertrouwen dat je me vangt. Oké. 1, 2, 3. Oké. Oh, ik heb nog gered ook. Oh, wat een sprong. Ik krijg je wel wat meer vertrouwen van. En zo en zo in jou. Kom, we gaan hand in hand. Herfstblaadjes. Daar loop ik liever niet doorheen. Wat zit daar in dat kooitje? Ik zie daar wat zitten.
Wat zal erin zitten? Oké. Dan ga ik eventjes hier naartoe. Dan maar kijken, dat kan niet. Oh! Nee, dat dacht ik al. Oké. En wat zit hier? Er is niks. Ik weet wat er in die kooi zit. Ik zie het niet zo goed. Ik vind het daar in het hoekje een beetje donker, dus daar durf ik niet echt te lopen vanwege beren vallen. Ik ga het gewoon nog een keertje proberen. Oké. Oké. Kunnen we? Hop. Yes, het is gelukt. Het is. Het leek wel alsof ik erin ging. Kijk. Kijk eens aan. Soms moet je gewoon wat dingetjes proberen. En ik heb een leuk hoedje. En hoezo zit een hoedje gevangen in een kooi? Heb jij ooit een hoedje in de kooi gezien? Reageer dan eventjes. Ik ben benieuwd. Ik heb hem nog nooit gezien. Oké. Okay. Laten we eens even kijken. Oh, wat ben jij eng. Ik zie jouw hoofd nu echt heel goed. Zo, jij bent ook echt een eng mannetje. Oké, ik wil mijn zak gewoon over het hoofd hebben. Zo, ik heb een mooie zak weer over mijn hoofd. En we kunnen weer verder. Het wordt weer spannend. Ik hoor weer wat. Hij gaat zo meteen weer achter ons aanrennen, ik weet het zeker. Anders staat er hier gewoon geen fucking kist. Maar laten we het eerst gewoon even heel voorzichtig proberen. Ja, natuurlijk! Ja, tuurlijk! Oh, ik had het zo hard kunnen weten. Oké, wij gaan gewoon meteen rennen. Want hij vindt ons anders toch wel. Tuurlijk! Kom op. En naar boven. Oh. Kom op. Ja. Naar boven, dankjewel, de vee, of wat het ook was. Oh! Ze maken het wel spannend. Geweldig. En we gaan rennen! Kom op, gelijk aan de dag af, in het water, in het, laat je los! Kom hier. Hieronder. Ik vind dit wel leuk hoor. Nou, daar gaat hij. Nou, laten wij ook weer verder gaan. Kom. Oh, ik voel me wel veilig in het water. Een beetje vies, maar goed.
Daar staat hij weer hoor. Daar staat hij weer. Kunnen we niet even een duikje nemen hieronder of zo? Oh ja, dat kan dus. Dat kan gewoon als je bukt. Oké. Kijk, geweldig. Oeh! Hij heeft ons gewoon alweer door, hè! Kunnen we niet wat harder? Kunnen we alsjeblieft niet wat harder? Ja, en gaan, gaan met die banaan. Gaan. Ik bedoel, gaan met die zak over je hoofd. Oké. Oh, kijk. Dit is leuk. Schiet hem maar, jongen. Oh, dan moeten we... Oh, we moeten het duwen. Ik dacht, hij gaat schieten en dan... En dan... flikkert die boom wel om. Laten we duwen, laten we duwen. Hopelijk heeft hij niks door. Maar het zal wel weer. Zie je wel, het lukt dus niet. Hij moet dus wel schieten op die boom. Ja, we kunnen wel duwen. Weet je... Hallo, ik ga hem roepen. Kan ik hem roepen? Oh ja. Geniaal. Oké, kom. Ja. Oh, nee, terug. Ga nou terug. Je blokt me. We krijgen dat ding niet omver. Zo sterk zijn we niet. Laten we het nog een keer proberen. Ik zie daar ook een puntje aan hangen. Het is voor mij te hoog. Hij blijft hier ook maar kijken. Dus zie je... Ja, hij schiet wel op die boom. Kom, schiet dan. Dat maakt je enge geluidjes. Nog één keertje proberen en anders geef ik het op en dan ga ik even verder kijken wat we dan moeten doen. Nou, weet je, laat maar zetten. We gaan de andere kant op zwemmen, kom. Oké, dat heeft dus ook geen zin. Nou, ben ik dus helemaal voor niks die kant op gezwommen. Ik ga het op een andere manier proberen. Ik ga het maar duikend proberen. 1, 2, ik ga mijn adem inhouden. Even inhouden. Ja, hallo, ik moest wel omhoog komen, want ik stikte zowat. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Niet opgeven. Nee, dat lukt niet. Kom hier. Dat lukt niet. Hey. Kom. Duikend. Nou. Ik drukte op het verkeerde knopje. Oh. Nee. Kom hier. Kom nou. Dat lukt niet. En duiken. Nee. Waarom deed ik dat nou? Oh, oké. Ik weet... dat je niet te lang onder water kan blijven, een stukje. Maar hij houdt zijn zaklamp ook die kant op. En ik time gewoon helemaal verkeerd. Ik wil te snel. Herkennen jullie dit? Vast wel. Oké, laat ik het nog een keertje proberen. Hoe de fuck zag jij mij zo met Hoogie? Nee, gast, rot op hoor. Oh, heb ik mezelf verdronken?
Oh, daar let ik ook wel niet op. Ik ben lekker bezig. Ik hield die L2 knop gewoon de hele tijd. Door de spanning hield ik die L2 knop de hele tijd vast. Waardoor ik gewoon mezelf liet verdrinken. Tjonge jonge. Nou oké. Okay. Echt de laatste poging. En anders stop ik ermee. Oké, okay, weg met je. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik ben hier zo klaar mee. Oh. Er moet toch een manier zijn? Oké, okay, de allerlaatste keer. Als ik er niet uitkom, dan weet ik het ook niet. Dan moeten jullie mij maar gaan helpen. Of ik moet het gewoon weer proberen. Nee! Hij heeft mij zo snel door. Kijk alsjeblieft even die andere kant op. Als je heel zachtjes. Heel zachtjes. Zachtjes. Kijk alsjeblieft de andere kant op met die fucking zaklamp. Please. Dit werkt toch niet zo? Nee! Oh. Ik kan dit niet uitstaan. Echt waar. Dit is echt mijn allerlaatste poging. Ik heb het nu veel te vaak gezegd. Maar ik moet. Moet. Moet het kunnen. Oké, okay, die fucking. Fucking boom ook gewoon, jongen. Ik kan hier niet gewoon. Kom op. Zet een beetje kracht. Kom op. Zet gewoon kracht. Doe dat. Nou. En aanloopje. En kom op. Kom op. Het lukt gewoon niet. Jij blijft ook duwen. Kan ik er nou onderdoor? Waarom lukt het nou niet? Oké, okay, ik weet dat dit gewoon niet werkt. Ik wil gewoon niet door het water, heen. Oké, okay, ik ga het nog een keer proberen. De zaklamp gaat door. Hoe kun jij me zien van die afstand, gast? Oeh. Dit gaat me toch nooit lukken? Kom op met die boom. Het lijkt wel als... Oh kijk, het lukt toch wel. Hoe zou we nu ineens wel? Zit er helemaal wiskunde in dit spel? Dat je het echt helemaal van een andere kant moet doen? Och. Maar in ieder geval... Ik heb nu wel... Ik heb nu wel in ieder geval een boom die me veilig houdt. En hier moet ik maar eventjes een stukje mijn adem inhouden. Kom op, je redt het. Je redt het. En naar boven. Lekker voor je, je kan er lekker niet meer bij, hè? Nee. Oh, geniaal, geniaal. Kom op. Laten we naar boven gaan. Nou, dit stukje zijn we in ieder geval veilig. Ja, loop maar door. Loop maar door, meneer de poppenaaier. Nou. Zachtjes. Hand in hand. Kut, kraaien. Ja, dankjewel, kraai. Tjonge, jongen. Oké. Okay. Echt waar.
Ik ben er nu even helemaal klaar mee. Ik zie ook dat ik al een half uurtje aan het spelen ben. Ik ga hiermee stoppen. Vinden jullie dit nou wel leuk? En willen jullie hier nou meer van zien? Niet alleen deze game, maar ook straks nieuwere games zoals Resident Evil, die binnenkort uitkomt. Want die wil ik ook graag gaan spelen. Die ga ik ook zeker spelen en die wil ik ook zeker opnemen. Dus ik zou zeggen, geef zoveel mogelijk likejes. En druk voornamelijk op die abonneerknop voor nog meer gameplay. Ik zou zeggen, tot ziens.